Energie heb je in soorten en maten. Daar gaan we het dit keer over hebben. Wat voor soorten zijn er allemaal? Wel, we beginnen met de energie die iets heeft als het beweging heeft. Bewegingsenergie wordt trouwens ook wel als kinetische energie genoemd. Voorbeeldje. Kijk, ja, niet zo'n vredelievend voorbeeldje, maar goed. Je schiet een kogel af, maar kijk, als een kogel niet zoveel snelheid heeft, nou, dat is niet zoveel aan de hand. Erger is het natuurlijk als het wel snelheid heeft. Kortom, zo'n kogel, de energie die heeft, die is ontzettend afhankelijk van snelheid. Hogere snelheid, grotere energie, ook grotere schade. Anders is het bijvoorbeeld in dit geval. Ja, stel je voor, je probeert iets tegen te houden. Ja, bovenste zou ik eigenlijk niet aanbevelen, onderste kan wel. Hè. En wat is het verschil nou? De snelheid van beide was gelijk, maar de massa, daar gaat het om. Grotere massa betekent dus dat een bewegend iets ook grotere energie heeft. Oftewel, die twee zaken, massa en snelheid, die zijn van belang. En dat zie je ook terug in de formule voor de kinetische energie. Want die is een half maal m maal v in het kwadraat. Die v, de snelheid, natuurlijk in meters per seconde. De m, de massa, in kilogram. En dan krijg je de energie tenslotte in joules. Die snelheid in kwadraten betekent dus dat als snelheid twee keer zo groot wordt, dat dan de energie niet twee keer, maar twee in het kwadraat, dus vier keer zo groot wordt. Die snelheid is dus van groot belang voor de energie. Een ander soort. Stel je voor, je hebt water op die plek. Ja, en dat water dat laat het rad draaien. Ja. En wat voor eigenschap heeft hij daar ten opzichte van daar? Nou, dat is natuurlijk de hoogte. Ja, iets wat een bepaalde hoogte heeft, die heeft ook energie. En we noemen dat hoogte-energie of zwaarte-energie. Want ja, je kunt hoog wezen, maar als er geen zwaartekracht is, dan blijft het natuurlijk zweven en heeft geen energie. De formule voor zwaarte of hoogte-energie is m maal g maal h. De h, de hoogte van het voorwerp, of in dit geval water, in het begin. G, de valversnelling, hier op aarde, althans in Nederland, 9,81 meter per seconde kwadraat. En m is weer de massa in kilogram, m keer g keer h. En dan krijg je tenslotte de energie weer, en dat wordt in joules gedaan. Dat is de hoogte- of zwaarte-energie. Energie kan ook worden gebruikt om in zoiets te stoppen. Dan heb je dus energie uit een bepaalde brandstof. Denk bijvoorbeeld aan steenkool, benzine, gasolie of diesel. Het kan ook gas zelf wezen. Al die zaken die hebben chemische energie in zich. Chemische energie is dus ook een energiesoort. En hoeveel energie nou in steenkool of benzine of wat dan ook zit, dat wordt uitgedrukt in een stookwaarde. En stookwaarde, dat is de energie die vrijkomt als je dus 1 kilogram steenkool verbrandt, of bijvoorbeeld 1 kubieke meter brandstof. Die kilogram, dat is natuurlijk alleen voor vaste stoffen, dus steenkool of bijvoorbeeld een stuk hout. Ja, en die kubieke meters, ja, dat is eigenlijk gewoon 1000 liter natuurlijk, dat heeft te maken met vloeistoffen of eventueel gassen. Die stookwaarden die staan natuurlijk in binas. Binas tabel 28b, daar staan de verschillende stoffen. En vaste stoffen wordt uitgedrukt in joules per kilogram. En de vloeistoffen worden uitgedrukt in joules per kubieke meter. En dat is dus eigenlijk joules per 1000 liter. Let ook goed op dat bij de 1 je het nog een keer 10 tot de macht 6 moet doen. En bij de ander nog een keer 10 tot de macht 9. Dat is wel belangrijk. Nou krijg je zo'n motor natuurlijk, hè, daar komt energie in. Die zal gaan bewegen bijvoorbeeld, dat is wel nuttig voor zo'n motor. Maar behalve die beweging komt er ook warmte uit. En dat is eigenlijk niet zo nuttig. Hè, dat wordt vaak als verlies beschouwd. Maar dat verlies, de warmte, dat is in feite ook gewoon energie. Die zou je ook kunnen gebruiken om weer andere dingen te laten doen. Oftewel, warmte is ook een energiesoort. En die warmte wordt afgekort met de hoofdletter Q. Ja, warmte
hoofdletter Q. En die komt vrij bijvoorbeeld door wrijving. En wrijving kun je berekenen. Ja, want de arbeid door de wrijving, F keer S, ja, die veroorzaakt dus warmte. He, wrijf maar eens met je handen over elkaar heen. Dan voel je dat de handen warm worden. En dat is dus ook de energie. Ja, je kunt dus, he, bijvoorbeeld je hebt een blok die staat op een tafel en geef je even een flinke set zodat hij sneller krijgt, dan zal dus het blok door een wrijving stil blijven staan. Het blok verschuift over een afstand S. De wrijvingskracht die houdt hem tegen en de arbeid door een wrijvingskracht die komt vrij door de warmte. Nou, je ziet even warmte verschijnen en dat is dus energie. Energie, bewegingsenergie of kinetische energie, hoogte- of zwaarte-energie. Chemische energie, warmte. Ja, je kunt al deze vier energieën wel berekenen of opzoeken. Behalve deze vier heb je natuurlijk onnoemelijk veel meer energiesoorten. Bijvoorbeeld elektrische energie of stralingsenergie, hè, een fotootje. Of veerenergie, bungee jumpen, kernenergie. Ja, dat is iets anders dan stralingsenergie. Komt later misschien nog eens een keer. Ja, allerlei soorten energieën. In je leven, wat je leven kan bepalen. En al dat soort energie is natuurlijk prachtig, maar soms is even lekker rusten ook prachtig. Bedankt voor het horen en tot ziens.